cabeça. Vamos tirar a pedra da sua cabeça, pelo amor. Se pena sondro en a
kurang waktu ini kok. Tidak cukup. Baik. Apa kabar? Thank you.
stato con la banda. Thank you.
genade, liefde en vrede van de eeuwige zij met ons allen. Beste aanwezigen, lieve familie en allen die in de loop der jaren familie geworden zijn van onze zuster Harriette van der Linden, in leven gehuwd Waaldijk en meer bekend als Jetty. Dank dat u er bent en van harte welkom in deze dienst waarbij wij samen met elkaar het aardse leven van onze zuster in dankbaarheid voor Gods aangezicht mogen brengen, mogen gedenken, juist op deze dag, wanneer haar aardse lichaam nog eenmaal zo dierbaar in uw midden is. Mijn naam is Marjorie Slachtand. Ik ben predikant verbonden aan de Evangelisch-Lutherse Kerk in Suriname. En op verzoek van de familie hier te landen zal ik in deze dienst voorgaan. Ondersteund door de blazers, de muzikale begeleiding onder leiding van de heer Gimmers. Ieder sterven, elk heengaan van het geliefde, confronteert ons met de harde werkelijkheid, hoe broos en kwetsbaar het leven, ons leven is. Momenten die diep ingrijpen in het ritme van ons dagelijks leven en diepe indrukken achterlaten in ons denken en in ons gevoelen. Momenten waar er een diepe stilte valt over alles wat wij als mens denken te weten, te kennen, hebben en kunnen. Hoewel wij allen wisten dat dit moment zou komen, viel er bij menig een misschien toch een bepaalde stilte toen het bericht binnenkwam dat moeder over het lijden van deze wereld heen was. Een innerlijke stilte waar menselijke woorden niet reiken. Een stilte die aandachtig maakt voor de diepere waarheid, de diepere waarden over het leven, ons leven. In relatie met, in verbondenheid met anderen, in relatie tot en in verbondenheid met anderen, die samen met ons op weg en onderweg zijn. Het is vanuit deze stilte dat wij vanmiddag naar woorden zullen zoeken die ons hart kan dragen, woorden van dankbaarheid. Over wie deze mens voor u voor velen is geweest. Woorden van bemoediging, troost en kracht voor ons eigen verdergaan als mens in deze wereld. We voegen ons in een lange traditie wanneer wij dit samen zijn opdragen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En wanneer wij zeggen dat onze hulp is in de naam van de Eeuwige, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nimmer loslaat het werk waaraan zijn hand ooit begonnen is. Amen. Laat ons bidden. Laat ons stil zijn. Eeuwige bron van liefde, van goedheid en kracht,
Met een aarzelend geloof en met vele vragen zijn wij hier samengekomen. Rond een dierbare die gestorven is. En wij bidden u, wees ons nabij, wees allen nabij die op dierbare wijze met deze uw dochter verbonden is geweest. En laat allen tot rust komen bij het woord, horen van uw woord. Dat wij kracht, geloof en vertrouwen mogen putten in hem die als mens ons nabij is geweest, gestorven is, die verrezen is en met ons meegaat in de kracht van zijn Heilige Geest in eeuwen der eeuwen. Amen. Elk leven, ook ons leven, begint en vindt haar oorsprong in de bron van het leven zelf. De bron van onvoorwaardelijke liefde, ongeacht de naam waarmee wij deze bron aanduiden en of aanroepen. Ieder levensverhaal begint bij onze ouders. Zo ook het leven van uw dierbare geliefde. Ik nodig thans Natasja uit, oudste kleinkind, oudste kleindochter, die namens alle 14 kleinkinderen, 22 achterkleinkinderen en 1 achterachterkleinkind, de levensbeschouwing van uw dierbare zal voorhouden. Goedemiddag aan de aanwezigen hier of van achter een scherm op een andere plek in de wereld. Ik ben Natasja, oudste kleinkind van oma Jet. Aan mij de eer om deze levensbeschouwing aan u mogen voor te dragen. Het is niet moeilijk om het leven te beschrijven van deze fascinerende vrouw, onze moeder, grootmoeder, overgrootmoeder. Zus, schoonzus, tante, vriendin, Jetty Waaldijk van der Linden. Dat komt omdat zij was wie ze was. Moedig, vreugdevol, meelevend, barmhartig, eigenzinnig, vrij, trouw, reisluchtig, beminnelijk, humorvol, aandachtig, beschermend, hartstochtelijk en o zo lief. Iedereen die haar kende, zal wel kunnen beamen dat deze woorden, haar kenmerkend, niet overdreven zijn. Gaandeweg deze beschrijving over de diverse fasen in haar leven, komen we situaties tegen waaruit dit zal blijken. Op maandag 4 januari hebben wij, haar kinderen en kleinkinderen, in een kring van licht en liefde gevormd rondom haar bed. Persoonlijk, voor wie er fysiek bij waren, en de anderen via Zoom. Het was een prachtige bijeenkomst. Met haar zo stil en fragiel, nog ademend in ons midden. En wij met onze verhalen rechtstreeks uit het hart. Een verbondenheid voelbaar, bijna tastbaar. Lichtpuntjes in de tijd, reikend naar de eeuwigheid. En nu? Nu zijn wij weer rondom haar verzameld. Zij reeds opgenomen in het licht. En wij, achterblijvend,
met een traan en een lach. En vooral bijzonder dankbaar voor haar lange leven. Letty werd op 19 mei 1923 geboren uit het huwelijk van Cornelis van der Linden en Dina van der Linden Aarden, die in 2 termijnen 6 meisjes mochten ontvangen, waarvan Letty de tweede was. Ze is genoemd naar haar grootmoeder, Harriet Aarden, wiens oogappel zij getuige de verhalen, dat zij altijd het grootste stuk taart mocht, de grootste en de meest zoete mango van oma ontving, haar zussen Tine en Morine ten spijt. Hun jeugd in Suriname was zorgeloos. Zij, de 3 zussen van de Linden, werden altijd prachtig gekleed door hun moeder Dina, die zelf veel van hun kleren naaide. Op school werd hun lunch keurig op een dienblad met een doek erover, bezorgd door hun diensthulp. In 1939 vertrok het gezin met de KNSM naar Nederland. Letty was toen 16. Net voor haar aankomst hoorde ze dat de oorlog was uitgebroken. De boot kwam niet meer terug. De oorlogsjaren waren een angstige strijd. Over de bombardementen van Arnhem en Rotterdam kan Letty verhalen vertellen die getuigden van haar moed. In deze periode is ze ook heel ziek geweest. En er waren bij de meiden van de Linden, zoals bij de meeste mensen in barre oorlogstijd, een groot verlangen naar eten. Ze fantaseerde in de schuilkelder over allerlei heerlijke Surinaamse gerechten die zij ooit weer zouden nuttigen. De moed had Letty niet van een vreemde, want moeder Dina ging in die tijd de boer op met een fiets met houten wielen om eten te kopen dat betaald werd met haar prachtige sieraden. Ook werkte Letty samen met haar vader Nelis bij de Raad van Arbeid, voorloper van het huidige UWV in Arnhem. In deze periode was ze na 16 jaar als door een wonder gezinsuitbreiding. Letty kreeg in deze oorlogstijd in Nederland 2 zusjes erbij, Hanny en Gerda. Na de oorlog in 1946 gingen ze weer scheep terug naar Suriname. Aldaar werd al gauw in 1948 hun 3e zusje geboren, Hilde. Letty had intussen Huub Waaldijk leren kennen. Bij een avondopleiding waar hij docent was en zij cursist. De romance begon toen hij haar een keertje vroeg of hij na de les met haar mocht meefietsen naar huis. Haar kritische moeder Dina, indachtig, stelde zij dat toch echt even uit. Maar tja, verliefd is verliefd, dus dat was haar snel beklonken. Ze trouwden en al gauw kwamen er met korte tussenpozen 5 kinderen. Mark, Henk, Heliante, Anne-Roos, Eddie. Na een periode samen in Paramaribo gewoond te hebben, vertrok het gezin naar het district Nikeri, alwaar de jongste spruit Joan ter wereld kwam. Als hoofdonderwijsles was het in die tijd gebruikelijk om ook in het district te werken. En na een jaar werden ze overgeplaatst naar het district Marowena. Voor de flexibel ingestelde, creatieve, progressief denkende, sterke, onafhankelijke, energieke Letty was dat geen probleem. Overal paste zij zich aan en zorgde zij voor hun eigen werk, sport en vriendinnenkring. Op administratief gebied op diverse kantoren. En als docenten koken en hygiëne leer op diverse huishoudscholen. En later in de keuken van het ziekenhuis was ze overal actief. In Mungo leidde ze in haar vrije tijd een club vrouwen, de Home Economics, die zich op divers gebied inzetten voor goede doelen in de samenleving. En die er ook zelf voor zorgde dat ze niks te tekort kwamen. Dat was hun voorzitter Letty wel toevertrouwd. Ook in huiselijke kring mochten wij ons als kinderen wel geborgen weten. In het overzichtelijke, gemoedelijke Suralco dorp de Mungo. De heerlijke geur van zelfgebakken brood en rijk gevulde soepen. Koekjes die gul uitgedeeld werden aan jarigen, ook buiten de gezinskring. Allerhande thematarten.
waar nu nog de kleinkinderen met verwondering en vreugde over spreken. Kinderpartijtjes die Jetty graag organiseerde. Hulp bij het huiswerk, indien nodig. Strelende handen door je haar als je verdrietig was. Opbeurende woorden bij een teleurstelling. En zo nog meer. Onze pa Huub leidde de school, de Honorio en ma Jet bestuurde huis en omgeving waardig en met veel vreugde. Zelden hebben wij onze mam ontmoedigd of teneergeslagen meegemaakt. Ze had overal een oplossing voor. En oh, wat kon zij dansen. In onder andere de stafclub, waar vele feestjes werden georganiseerd, was ze de ster van de avond. Haar lijfspreuk was toen al, plezier moet je maken, ellende komt vanzelf. Op 26 juli 1968 stond de tijd even stil. Haar Huub, onze pa, overleed op 54-jarige leeftijd. Als 45-jarige weduwe moest zij verder met 6 kinderen tussen de 9 en 19 jaar. Mark, de oudste, studeerde al in Nederland en de 5 anderen waren nog volledig onder haar vleugels. Onvoorstelbaar dat je dan als verslagen weduwe de draad weer oppakt en gewoon verder gaat. En dat is wat Jetty deed. Zonder dat haar oefentijd was gegund, werd ze plotsklaps vader en moeder van veelal puberende kinderen die gevoed en opgevoed moesten worden en begeleid naar hun volwassenheid. De nieuwe fase was weer terug te gaan naar Paramaribo. Maar ik zat toen al op de zeevaartschool in Vlissingen, op een beurs van de Shell. Al waren vanuit een klein budget geleefd moest worden. Jetty moest nu noodgedwongen elke dag aan het werk, wat ze moeder voorzette, destijds op culturele zaken. Ook al vond ze de dagelijkse reis met de bus niet altijd even leuk. Een pleister op de wonden was toen we na een poos in dezelfde straat konden gaan wonen als opa Nelis en oma Dina. Hun ondersteuning is groots geweest, voor ons allen. Een nog niet vermelde eigenschap van Jetty was trotsheid. Ze wilde koet dat haar kinderen niets ontbrak en dat ze verder konden studeren. Ik weet dat ze toen elk dubbeltje moest omdraaien voor ze het uitgaf. Je kon echter niks aan haar merken en ze vroeg nooit steun. Toen Mark, Henk, Helianke en Anne-Roos in Nederland studeerden, besloot ze ook te vertrekken uit Suriname met de jongste twee, Joan en Eddie. Haar werkterrein werd de rechtbank in Amsterdam, waar ze veel genoegen aan beleefde, vooral door haar open, sociaal ingestelde natuur ten opzichte van haar collega's. Zowel Joan als Eddie, die het langst bij Jetty bleven, hebben verhalen van haar doorzettingsvermogen in deze tijd, waarbij ze moest schipperen met de tijd tussen hard werken en het huishouden. Ontroerd kan Eddie vertellen dat zijn beleggende lunchboterham klaar stond op de keukentafel, voordat hij naar school of naar het werk ging. En Joan verbaast zich nog steeds erover waar ze de tijd vandaan haalde om haar te helpen met haar huiswerk, vooral Nederlands als favoriet. Zowel Hagenveld, Kruidberg, Amsterdamse Poort als later de Herculesstraat waren plekken van gastvrijheid, verbondenheid en klaarstaan voor een ander. Wie het ook was, kind, kleinkind, later achterkleinkind, buurvrouw, zus, ook van overzees, vriendin, noem maar op. Iedereen kon rekenen op een warm welkom in diverse vormen. De verhalen van de kleinkinderen weerspiegelen zo mooi haar aard, haar gulheid. En het is te waarderen dat zij aangeven dat zij zal voortleven in hun handelen. Zo zegt René met trots dat hij ook spelletjes zal blijven doen met zijn kinderen. En ik, Natasha, mijn ogen vergroten als ik zeg, oma speelde wel voor hoor, omdat ze altijd wilde winnen. En ik speel geen voor, maar ik wil wel winnen. De gezelligheid tijdens het spelletjes doen is een rode draad in hun verhaal. Evenals de op hen gerichte themataarten die ze bakten bij verjaardagen. Voor Sonny een basketbaltaart. Voor Steffi haar oedoe, Sneeuwwitje en de 7 dwergen. En voor Alain een voetbalveld. Enzovoorts, enzovoorts. En een Engelse bal die lukt en niet inzakt.
kwam door oma's goede mondelinge overdracht recept volgens Mirjam. De verbinding met haar volkje overzee was, waar ze zich ook bevond, met geen mogelijkheid te verbreken. Zo zijn Gerson en Raoul niet vergeten dat er regelmatig pakketten vol heerlijkheden door oma werden gepost. En toen Mirjam, Steffi en Mark op Curaçao geboren werden, was oma Jetty de baboe die kwam kramen. Onvermoeibaar gaf zij zich aan de ander. Gerda, haar zus, die al veel jaren in Amerika woont, is nog onder de indruk van het feit dat Jetty heel spontaan het vliegtuig nam richting Arizona toen Jim een hartoperatie had ondergaan. Ze verwende hem met heerlijke soepen en overheerlijke gerechten. En Asha Marina, die stuurde foto's van haar verjaardag toen ze 12 werd. En wie schitterde in het warme water op een eilandje bij Sint Maarten? Precies, Ma Jetty. En al die overwinteringen, als het te koud werd in Nederland. Wat een genot voor Anne-Roos, Wim, Henna en Mark. En nazaten om weer maanden met haar te mogen genieten. Dito op Curaçao, Joan, Alain en Ludwig. Haar trouwe vriendschappen met vriendinnen, sommigen vanaf de basisschooltijd, zoals tante Irma, zijn doorspekt van wederzijdse zorg, respect, aandacht, liefde, vrolijkheid, het leven vieren. Evenzo in de Venster, de aanloopwoning, waar ze later vele jaren heel plezierig woonden, te midden van de Venstermeisjes, met destijds leeftijden tussen de 85 en 105. Het lijkt wel haast een legende, onvoorstelbaar. De levenslust, de kracht, de energie. Dat er zelfs ook een romance ontsprong toen een oude schoolvriend met de edele naam Ewald haar het hof maakte en zij daar wel oren naar had. Wat hebben ze een heerlijke tijd met elkaar mogen beleven. Niet onderdoend voor de jongere generatie en zeer inspirerend. Ook met hem reisjes naar Spanje, Parijs, Suriname. Kwetsbaarheid is een groot goed. Zeker als je het kunt laten zijn. Kwetsbaar. Kwetsbaar werd ze aan ze Jet. Zowel lichamelijk als in de geest. Een langzaam voortschrijdend proces. Voor Henk bleef ze altijd mooi missie. En dat was ze ook tot het laatst. Waardig en tegelijkertijd bedroefd om wat ze moest achterlaten. Kon ze toch verder kijken en de beslissing nemen samen met ons, haar kinderen, terug te gaan naar haar moederland. Om te zijn in een warm klimaat waar ze zo van hield en om nabij de zorg en aandacht te ontvangen van Anne-Roos en Wim. Bij wie ze een aanleunwoning kreeg van Mark, die voor de bouw en inrichting zorgde. Hoe mooi wil je het niet hebben op je oude dag, omringd door de directe liefde van je eigen kinderen. Met dagelijks je vertrouwde Surinaams eten, bereid door de lieve schoonzoon, die ook nog zorgde voor de dagelijkse lachsessies met haar. Als Wim de kamer in kwam, had je al bij voorbaat de lach op je gezicht. Deze laatste 7 jaren van je bestaan, door aan de tweede rij bij Anne-Roos en Wim, zijn je gegund. Grapje, en meneer Hesusjes op de hoek. Mark en Henna als onmisbaar support, zo nabij, mogen we jaren noemen met een gouden randje. Belevenissen, anekdotes, buitelen over elkaar. Anne-Roos kan er geen genoeg van krijgen. Wat zullen zij en Wim u missen? Wat zal het huisje leeg en koud aanvoelen? Wat zullen de vele zo lieftallige en geduldige verzorgsters van de thuiszorg naar uw verlangen. Hoe houdt Mark, uw oudste, hij die zo op u gesteld is, het valt zonder u? Talloze belevenissen, die we nu al herinneringen noemen, passeren de revue en markeren de laatste jaren. Ze zijn als het familiefluitje, zoals Hani zich herinnert. Als Jetty de trap opkwam aan de Watermolenstraat 58, en de eerste regels vloot van Hela, gij bloempje. En als zij dan binnenkwam,
leek het alsof de zon was binnengekomen. De bakabanas. De bakabanen tot Saramaka zal anders smaken nu je er niet meer bent. De enigszins kale oogarts die u onderzocht en tegen wie u onverdroten zei, op hersenen groeit geen haar, zal u eeuwig gedenken. De zusters die u omringden met zorg, genoten tot het laatst van uw alertheid en soms iets al te scherpe opmerkingen. De WhatsApp-lijn met haar videocalls naar Florida, Arizona, Curaçao en diverse plekken in Nederland valt stil. Wat een gemis, jouw liedjes, grapjes, grimasjes soms, als iets je niet beviel. Het onbeslapen bed waar je vooral de laatste jaren veel tijd doorbracht, herkent zichzelf nu niet meer, nu haar bewoonster voorgoed slaapt. Wat een feest zal het zijn onder andere je venstermeisjes weer te ontmoeten, onderwerp van gesprek de laatste maanden. Devi, uw onlangs geboren jongste achterkleinkind, vervulde uw hart met vreugde als u haar zag. De vreugde van u voor elk mensenkind zullen we blijven gedenken. Als Steffi haar guru gedenkt, zal ze wijzen naar de mooiste ster aan de hemel. En wij alle kijken mee en zien soms even jouw gelaat, Yeti. Over een ster gesproken. Op het feest van drie koningen, 6 januari 2021, bent u het licht tegemoet gegaan. Anne Rosa, Wim en Mark hebben staande heel dichtbij u gevoeld, gezien, ervaren hoe vredig en zacht u ingeslapen bent. Deze drie, en henna indachtig, die wij, kinderen van verre, diep danken voor wat ze dag in, dag uit voor u hebben getekend. Op de achtergrond twee verpleegkundigen, vertegenwoordigend alle vrouwen en mannen die u de afgelopen jaren van onmisbare zorg hebben voorzien als lichtwagens in de nacht. De zaden van liefde die u heeft gezaaid zijn in vruchtbare aarde gevallen. Ze groeien uit tot sappige vruchten en kleurrijk bloemen voor klein en groot. Mooie missie, rustig. Dank u wel. Tot slot wil ik mijn tante Hilliante, dochter van Jentus, bedanken voor de geestelijke bijstand die ze ons heeft gegeven, recent nog, maar ook tijdens vruchtbare momenten zoals het verjaardag van oma. Extra dank voor het meer kunnen pennen van deze krachtige, alleszeggende levensbeschouwing van onze mooie missie. Onze Yeti, rustig, sosolobi, zoals Eddie altijd zegt. Dankjewel, Natasha, familie, voor deze woorden die ons meenemen in een snelvaarttrein in het leven van uw dierbaren. Om recht te doen aan de jaren van haar leven, het gezin waarin zij geboren werd en opgroeide, de ervaringen van de eerste levenslessen, de liefde en zorg, de moeite en pijn, de vreugde en de diepten. Zingen wij met elkaar nu het lied
waarmee uw dierbare geliefde op zondag 3 januari, zondag Epifanië, zondag drie koningen, de salving met olie mocht ontvangen. Het lied God van trouw en daarvan, ja, dat is, het zijn twee versen en met het couplet dat, ja, met het refrein natuurlijk. Familie, dierbare vrienden, elk een van u was op de een of andere wijze met uw dierbare verbonden. Een verbondenheid die haar oorsprong in Gods liefde en vriendschap voor ieder mens vindt. Ieder van ons deelt in dierbare momenten en evenzo dierbare herinneringen. Herinneringen die gaan ver over land en zee. We mogen nu luisteren naar woorden van Raoul. Haar eerste, haar oudste kleinzoon, waar Natasja oudste kleindochter is, is Raoul oudste kleinzoon. En de woorden worden door zijn vader Wim voorgelezen. Wim, die samen met Anne Roos, Mark en Henna, uw familie over zee, op onvermoeibare en liefdevolle wijze, iedere dag weer opnieuw hebben vertegenwoordigd bij uw moeder en grootmoeder. Wim zal na het voorlezen van Raoul zijn woorden van dank afsluiten
met woorden van moeder Jetty, haar derde kleinzoon. Maar mag ik dan Wim uitnodigen om met ons te delen woorden van deze twee kleinzonen? Lieve oma, vandaag wordt u naar uw laatste rustplaats begeleid. Het liefst was ik persoonlijk bij geweest. Het is helaas niet anders. Gelukkig wel omringd door mensen die zeer veel van u hebben gehouden en dat altijd zullen doen. Ik ben heel dankbaar voor alles wat u voor mij heeft betekend. Ik kan me nog zo voor de geest halen dat toen ik in de jaren 80 naar Suriname op vakantie kwam, ik mijn matras bij u in de kamer zette. En ik de volle 3 maanden dat u er was, naast u sliep. En in de middag op balkon voor uw middagdutje deed. Ik uw kamde en lijmakol over uw gezicht heen deed. Ik zei toen altijd, oma, u slaapt alsof uw mannen schijnt. Het gesnurk van u klonk als pst, pst. Ik kon er altijd zo heerlijk om lachen. Ik ben ook dankbaar dat de laatste jaren dat u in Nederland hebt gewoond, ik iedere dag bij u langs kwam. Voor u kookte, de schoonmaak deed en al die fijne gesprekken die we hebben gehad. Zondagochtend altijd naar Jim Reeves luisteren. Ik heb ook wel eens op mijn donder gekregen als ik weer eens met een ander vriendinnetje langs kwam. U zei altijd, Raoul, niet spelen met de vrouwengevoelens. Maar u bleef trouwens wel altijd beleefd tegen hun. De laatste jaren tijdens mijn meerdere bezoeken aan Suriname hebben wij er vanouds heel gezellig gehad. Iedere ochtend ontbijten. In de middag scrabble spelen. En in de avond ook een good night kiss geven voor ik uitging. En dan vroeg u altijd, je gaat zeker weer met die meid op stap, hè? U was mijn echte eentje. Ik wil bij deze het verzorgend personeel uit grond van mijn hart bedanken voor de goede zorgen de afgelopen jaren. En ook oom Mark en tante Hedda. Maar toch in het bijzonder mijn vader Wimpy en moeder Anne Roos. Met veel bewondering heb ik dat altijd aanschouwd. Niks was jullie te veel. En daar heb ik enorm veel respect voor. Hopelijk kunnen jullie hieruit troost putten. Oma had geen medeleven kunnen hebben. Sribi suite in Lope Granma. Forever in my heart, uw kleinzoon Raoul. En nu van Mark en Brenda. Het leven kan heel wisselend zijn. Soms ben je vrolijk en soms heb je pijn.
Soms heb je wel eens lievend vragen, wie is dat maar zeker? Ik zal je dragen. Als je op zoek bent naar steun in je leven en naar verlichting, al is het maar even, als je op zoek bent naar liefde en trouw, wees dan maar zeker, ik ben er voor jou. Oma, je stond altijd klaar voor mij. Als ik iemand kon vertrouwen, dan ben jij. Oma, je bent altijd in mijn hart. Namens Mark en Brenda. Dank jullie wel. Zingen wij van het lied Hoe groot zijt gij, vers 1 en 2, om deze woorden van dank te omvatten. Vers 1 en 2. Kwam ik haar spirit, haar energie, haar liefde, nu langer dan 30 jaar geleden op het spoor via Wim en Anne Roos. Vanwege het pastorale contact dat ik met de ouders van Wim had. Wat mij toen is bijgebleven, wat me opviel, ik kan hem niet zien,
Maar, sorry Wim, maar wat me bijgebleven is van die beginperiode van jullie en nogmaals dat ik zo op een bepaalde manier op het spoor van deze mens gekomen ben, was de rust die jij aan Roos uitstraalde. Gewoon, je was er en heel liefdevol aanwezig. Ik zal niet zeggen in tegenstelling tot, maar ja, in tegenstelling tot onze broer Wim, hij ziet me gelukkig niet, zijn openheid en zijn gruba kwijnis, zou ik het zo willen noemen. Maar ik zeg het en hij hoort het met heel veel eerbied, met heel veel respect, want het is juist deze gruba kwijnis die ik later ook terug heb gezien en waar de link met moeder Jetty, waar de link met moeder Jetty ook zo bijzonder maakte. Enkele jaren geleden kwam ik via een andere lijn op het spoor van moeder. Toen ik als voorzitter van de Lutherse Kerk, namens de Lutherse Kerk, een dringend beroep op Mark deed om namens de Lutherse Kerk zitting te nemen in het bestuur van het diaconessenhuis, die vanuit een hele turbulente periode kwam. Wat mij bijgebleven is van die ontmoeting en dat gesprek is de onvoorwaardelijke steun en betrokkenheid. Zaken die voor mij op een bepaalde manier op hun plek vielen toen ik uw moeder, uw grootmoeder, die eerste keer in november een bezoekje bracht. Enkele weken daarvoor had ik Wim en Anne Roos ontmoet in een winkel aan de Benjaminstraat. Anne Roos zat in de auto en Wim attendeerde mij daarop. Altijd blij om jullie te zien, kwam ik naar buiten naar je toe en ik informeerde naar het wel en wee van jouw gezondheid en de overige familie en dierbaren. En je deelde toen dat moeder, die in haar eigen appartementje bij jullie woonde, de laatste tijd toch wel achteruit ging. Ik bood toen spontaan aan of ik haar ook een keer mocht bezoeken als ik in de buurt was. En op 26 november stuurde Wim mij het bericht dat moeder sterk achteruit ging en of ik nog een keertje wilde langskomen. Het werd meteen de volgende dag. Anne Roos ving mij op en deelde in grote lijnen het een en ander over het leven van uw dierbare moeder. Dat haar man, jullie vader, grootvader, vroeg overleden is. En hoe zij als alleenstaande moeder, ouder, omringd door haar ouders, haar zusters en andere dierbaren, de 6 kinderen, Mark, Henk, Heliante, Anne Roos, Eddie en Joan, verder heeft opgevoed en grootgebracht. En dat moeder nu in een fase van haar leven was, waarbij haar gehoor door de jaren heen sterk was gaan verminderen. Ik vond het spannend om in deze tijd van fysieke afstand, mond- en neusbedekking, om haar te ontmoeten. Ze was voorbereid en verwachtte me. Wat een voorrecht. Wat een mooi en bijzonder mens trof ik aan. Wat een kracht. Wat een liefde.
Wat een blijdschap straalde ze uit. En ik raak nog steeds ontroerd als ik terugdenk aan dat eerste bezoek. Ik vroeg aan Anne Roos of ik vanaf een eerbiedige afstand mijn mond- en neusbedekking even acht mocht doen, zodat zij op zijn minst mijn gezicht kon zien. Het mocht. En als in een instant verscheen erbij de begroeting met de ogen, een glimlach van herkenning op ons beider gelaat. En het was raak. Ik nam links van haar plaats en hoezeer ik de afstand probeerde te bewaren, hoe dichterbij ze naar mij toe boog en ik naar haar. Ik sprak woorden van dank, van geloofsmoed en vertrouwen in haar oor. We hielden elkaars handen vast. Zij hield mijn hand vast. En meer dan de weinige woorden die we met elkaar uitwisselden, was het de stilte van het moment van samen zijn, waaruit haar ziel woorden van diepe dankbaarheid, eerbied en ontzag in haar ogen weerspiegelde. Dankbaar voor haar ouders en het gezin waarin zij van Gods wegen ter wereld kwam. Dankbaar voor het gezin dat ze uit Gods hand ontvangen had. Een mensenkind wiens leven niet vrij van stormen is geweest en die alle recht had om los te laten het geloof in een liefdevolle schepper. Een mens die in de laatste dagen van haar leven geen spoor van bitterheid, boosheid of wrok met zich meedroeg. Er was slechts dankbaarheid, begrip en gratitude towards all. Dankbaarheid, appreciatie voor wat haar geschonken is geworden. Het viel mij op dat woorden, bekende woorden doorkwamen. Het is wel, weet mijn zoon. Nergens een spoor van angst of... Nee. Ik was ontroerd en kon slechts teruggeven van wat zij op dat moment in mij raakte. Eerbied en gezag, ontzag voor God de Schepper. Ik nam mijn Bijbel en bracht haar de woorden van Psalm 23 als woorden van steun en kracht voor deze fase van haar aardse reis. Want ja, ik kon zien, ze was zichtbaar moe. Een mens, een vrouw, die immer heeft vastgehouden aan de onverwoestbare kracht van Gods goedheid, zijn liefde en genade. Ze heeft kunnen liefhebben zoals ze u allen heeft liefgehad, omdat er een diep weten haar ziel fluisterde, een lied van een innerlijk weten. Ze wist zich ten diepste bekend en geliefd door God de Schepper. Het licht van haar geloofsvertrouwen is dan ook nimmer zo sterk naar voren gekomen als juist nu bij haar heen gaan, nu op deze dag. Twee liederen die erbij zouden moeten zijn. Is uw paspoort getekend en wat de toekomst brengen mogen. En twee gedichten die ze nagelaten heeft, achtergelaten heeft,
met het verzoek, met de wens om de inhoud van deze liederen en deze woorden op deze dag, wanneer wij op deze wijze haar leven, haar artse leven gedenken, dat deze woorden zouden mogen doorklinken. Deze woorden, deze liederen zijn een geloofsbelijdenis, een geloofsgetuigenis op de vraag hoe zij door het leven is gegaan, zoals zij dat heeft gedaan, waar zij de moed, de kracht, de hoop heeft gehaald, iedere keer weer opnieuw. We luisteren nu naar het, nee, we luisteren niet, we luisteren terwijl wij zingen. De woorden van het lied is uw paspoort getekend. En na dit lied zullen we luisteren naar woorden van een gedicht dat uw dierbare geliefde heeft achtergelaten met het verzoek dat haar jongste zus Hilde, die dit gedicht, deze woorden, op deze dag zou laten doorklinken. We zingen eerst met elkaar het lied Is uw paspoort getekend? Dat is lied nummer 65. Ja, ja, dank, dank. Daar zingen wij vers 1 en 2. Vers 1 en 2. Lees ik dit gedicht voor. Tot ziens.
al wetend dat je veilig bent, geborgen bij de Heer, de lege plaats blijft onvervuld. Ik zie je hier nooit meer. Al wetend dat je veilig bent, verlost van alle pijn, ik kan mijn vragen niet meer kwijt, kan nooit meer bij jou zijn. Al weet ik dat je veilig bent, ik zoek en vind je niet. Ik vraag het aan een lege lucht, of jij me hoort of ziet. Al weet ik dat je veilig bent, mijn hart wil er niet aan. Dat jij, die ik niet missen kan, voorgoed bent heen gegaan. Al weet ik dat je veilig bent, ik zie jou hier nooit meer. Maar als het donker, zeg ik zacht, tot ziens bij God de Heer. Hilde. Bij de voorbereiding van dit samenzijn kwam er een bekend verhaal van een kind naar boven. Aan dat kind werd de vraag gesteld wie heiligen zijn. En het kind dacht aan de figuren in de glasinloopramen die we vaak zien in grote katholieke kerken. En het kind antwoordde op deze vraag wie heiligen zijn, denkende aan die figuren. Heiligen zijn mensen die licht doorlaten. Heiligen zijn mensen die licht doorlaten. Dat is wat deze uw dierbare gedaan heeft. Ze straalde door heel haar leven iets van goedheid, vrede, eenvoud, kracht, blijdschap. We hebben het gehoord in de levensbeschouwing. Door haar manier van zijn, door haar manier van leven, liet zij iets oplichten van de blijde boodschap waar Jezus in het evangelie van Matthäus zegt: laat uw licht stralen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is. Het licht dat Jetty straalde was niet haar eigen licht. Ze gaf alleen maar verder wat zij zelf ontving. Het was het licht van God in haar. Zoals de maan zelf geen licht uitstraalt, maar weerkaatst van het grote licht de zon, zo is het licht van God zijn liefde ons in dit leven in haar heel nabij gekomen. En ze heeft uw leven verlicht. Als het licht dat zij uitstraalde van God kwam, dan mogen wij vertrouwen op dit moment, in dit uur, dat de dood dit licht niet doven kan. Al het goede en mooie wordt in Gods liefde bewaard en opgenomen. Het zuiverste en het warmste van een mens blijft bewaard en komt ten goede van heel de schepping. Niets gaat verloren van wat God ons u gegeven heeft in deze mens. Iedere uiting van liefde en hartelijkheid wordt zoals het licht opgevangen, het weerkaatst en het dijkt verder uit en plant zich voor. En zo wordt steeds zichtbaarder iets van die nieuwe aarde. Iets van een nieuwe manier van omgaan met elkaar als mens en samentrekken met als mens door deze aarde, over deze aarde. Zo intens hebt u haar mogen kennen en ervaren. Als een spiegel van Gods liefde en licht.
nadat ik uw moeder voor de kerstdagen en jaarafsluiting nog één keer heb kunnen bezoeken, kreeg ik op 1 januari naast de beste wensen van Wim bericht dat moeder gevallen was en dat ze steeds verder aan het afzakken was. Ik kon er op zo vroegs van zondag 3 januari naar haar toe. De eerste zondag van het nieuwe jaar. Liturgisch stond deze zondag, we hebben het gehoord in de beschouwing van Natasja, het feest van drie koningen, de drie wijzen. En in het oosten is 6 januari, wordt daar het kerstfeest gevierd. Epifanie. Het feest van verlichting, van openbaring van het licht. En op deze zondag, in het licht van Epifanie, in het licht van het kerstkind, welke ook de gekruisigde is, maar meer nog de opgestane, de verrezene, en wiens liefde en kracht nabij is door de Heilige Geest. Op die eerste zondag, in het licht van dit feest, hebben wij haar de zegen, de zalving van dankzegging over haar aardse leven mogen geven. In bijzijn van Wim en Anne Roos en de verzorgers om haar heen, in verbondenheid met u haar dierbaren overzien. Haar licht werd minder. En dinsdag 5 januari heeft u als familie op bijzondere wijze en in diepe verbondenheid een warme deken van liefde en dankbaarheid over haar leven mogen leggen. In een kring, een cirkel van liefde en licht. Het was goed. Ze mocht zich overgeven aan die diepe slaap die haar zou doen ontwaken aan gene zijde. Woensdag 6 januari, op de feestdag van Epifanie, stuurde ik om 20 uur 59 een bericht naar Anne Roos om te informeren naar moeder en om door te geven indien mogelijk samen Psalm 91 voor haar te lezen. Ook al hoort zij niet bewust, haar geest en ziel vangt het op, zo eindigde ik het bericht. Om enkele minuten daarna de telefoon over te horen gaan en Wim met me deelde dat moeder net was ingegaan. Op deze dag van het kerstgebeuren voor de Oosterse kerken, op die avond ging het levenslicht van uw dierbare, geliefde moeder over in het licht van het kerstkind, de opgestane Heer, die in stille liefde en nabijheid door de diepte van het leven en sterven met ons meedrijft in de kracht van de Heilige Geest. Deze mens, deze uw dierbare moeder, grootmoeder, is ondanks de stormen van het leven blijven vasthouden, blijven geloven in Gods trouw en is altijd aan zijn kant blijven staan. Ik bid u daarom op deze dag van harte toe dat haar geloofsvertrouwen u allen tot zegen mag zijn. Dat de dankbaarheid over haar leven en wie zij voor elk een van u geweest is, u mag dragen in deze dagen van gemis en rouw. Dat de God in wie zij tot het eind van haar leven aan vasthield en in wie zij geloofde, u tegemoet mag treden in de stilte van uw hart
in de herinneringen en in de dankbaarheid. Dat haar leven voor ons allen een bezinning en een aansporing mag zijn op deze dag. Om zelf licht te zijn voor onze medemens, onze naaste, zodat ook anderen in ons doen en laten iets kunnen vermoeden en op spoor kunnen komen van de goedheid, de liefde van God, welke is in Christus onze Heer. Amen. Ik vraag aan u om ter afsluiting van dit deel het laatste gedicht dat moeder heeft achtergelaten en welke Heliante zal voordragen om dat gedicht nu ten gehore te brengen. Wanneer ik gestorven ben, als je moet huilen, wanneer ik gestorven ben, huil dan op de ander die naast jou op straat loopt. Als je mij bitter nodig hebt, sla dan de armen om iemand heen en geef hem wat je mij wilde schenken. Ik wil jou iets nalaten, iets beters dan woorden of klanken. Zoek mij in de mensen die ik gekend en lief gehad heb. En kun je dat niet? Geef me dan weg. Laat mij tenminste voortleven in je ogen, niet in je gedachten. Je hebt mij het meest lief door iemands hand vast te houden, iemands lichaam aan te raken, door kinderen los te laten die vrij moeten zijn. Liefde sterft niet, mensen wel. Dus als van mij niets gebleven is dan liefde, deel mij dan uit. En tot slot van dit deel van dankzegging zingen wij het lied Die Suma Abiwa Mama. Want wij naderen de afronding van deze dienst. Na dit lied hebben wij een gebed, dan komt er een dankwoord. En dan gaat de familie nog voor de laatste keer om de kist staan. Het lied op bladzijde 5, een ode, een dankzegging aan de liefde van deze dierbare moeder. Deze dierbare mens, die Suma Abi Wamama. Thank you.
goede God is. Ieder mens, elk een van ons, is een geschenk uit uw handen. Een mens die vanuit uw liefde en genade mag leven. Met eigen gaven en talenten. Uw liefde reikt over de grenzen van de dood heen. En daarom herkennen en roepen wij u aan als onze God. In wie we geloven. En wie we vertrouwen. Want gij draagt ieder van ons in uw hart. Gij heeft onze namen met onuitwisbare inkt in de palm van uw hand geschreven. Nu deze dierbare mens die gij ons zo had toevertrouwd, teruggeroepen is, nu gij haar geleid hebt naar de woning die gij voor haar hebt voorbereid, dan danken wij u en bidden wij u dat al het goede dat ze heeft uitgestraald, dat het mag bewaard mag blijven. En dat haar ziel verder mag opstijgen in uw licht van harmonie, van vrede en kracht. Dat uw troost mag zijn bij haar allernaaste, haar dierbaren, haar kinderen, haar zusters, allen met wie zij zo dierbaar verbonden geweest is in dit aardse leven. Bewaar hij hen in hun verdriet, in hun gemis, in hun pijn. En laat de liefde en de dankbaarheid vanwege deze dierbare mens hen verder tot zegen zijn. Heer, zo bidden wij u, blijf juist nu bij ons, wanneer de familie de laatste gang samenhalen om deze dierbare uit handen te geven. Wij bidden u door Jezus Christus onze Heer. Amen. Nodig ik dan Mark uit, de oudste zoon van onze zus Jetty, die het dankwoord gaat uitspreken. En dan gaat u als familie om de kist heen staan, waarbij de blazers dan zal vragen om het lied waar de toekomst brengen mogen. Lieve mensen, aan mij de taak om deze prachtige bijeenkomst te beëindigen. We moeten een hele hoop mensen dankzeggen. Ik denk daarbij aan de zusters, de thuiszorg, daar zitten een aantal. De Filipijnse verpleegsters die in de laatste tijden, de laatste fase, professionele ondersteuning hebben gegeven. Ik denk aan dominee Slachtad, die ons begeleid heeft tot dit moment en een prachtige dienst geleid heeft. Ze is zo goed, ze heeft zulke goede contacten, dat ze ook voor dit prachtige weg weer heeft gezorgd. Dank voor. We denken aan de mensen die ons in de afgelopen weken ondersteund hebben. Dat zijn onder meer Roger Hoogboom van Ingas, de apothekers van Akiet, Sebrad Misser, McDonald, Dr. Cecile Poumar, onze huisarts, die jarenlang ma verzorgd heeft. Alle momenten dat het nodig was, daar was. Recentelijk heeft Dr. Gandelin
ons ook ondersteund. Jarenlang is ze een behandeling geweest van de cardioloog Jan. Dank voor de goede zorgen. De laatste maanden heeft de longarts Gobi ook haar geholpen dat ze last kreeg van haar longen. De uitvaartzorg, met name Roy, dank ik voor de fantastische wijze waarop hij het een en ander geregeld heeft. Bijzondere hulde, en het is al gezegd, aan Roos en Wim. Zij waren in de jaren, 7, 8 jaar, de speel in de verzorging van Ma. Ik wil ze voor vandaag noemen Wim en Anne-Roos Nightingale. Het is niet te beschrijven, de gezelligheid, de liefde, de rust, geduld en de toewijding die zij hebben laten zien. Het is misschien niet gebruikelijk, dominee, u hebt de regie, maar ik ga toch vragen voor deze mensen een applaus te geven. Deze twee bijzondere mensen. Ik ben waarschijnlijk een heleboel mensen vergeten, u vergeet het mij. Maar ik wil ook iedereen die in deze jaren ons, en bijzonder in deze weken, ons ondersteund heeft. Ma heeft een prachtig leven gehad. En daar zijn we daar zeer dankbaar voor. Ma, rustig. Evangelie naar Matthäus. Wanneer jullie in verbondenheid met elkaar en met de familie over zee jullie plek innemen om het aardse lichaam van deze jullie dierbaren. En ik hoorde deze woorden uitspreken over het aardse leven. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor een ieder in huis. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. In dank voor het licht van haar leven, luisteren wij, vraag ik naar de blazers, om het lied van geloofsvertrouwen van haar hart nu voor ons te spelen, wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid des Heere hand, en het is deze hand aan wie zij u haar dierbare toevertrouwt.
heilige ziel, gelijk in de hemel als op de aarde. Geef ons leven ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schulden. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De natuur.
hebben bereikt. Thank you.